Time limited. Di Biagio. Di Biagio trekt naar binnen. Daar weet Ajax geen raad mee. En daar is Crespo. En daar is het 0-1. En zoals het ging in Milaan, krijgt Ajax een beuk. Toldo is helemaal in de middencirkel om dit te vieren. Dat Crespo even te veel ruimte krijgt. Di Biagio zet voor. En Crespo kan inkoppen. Zijn 7e treffer in deze Champions League. Van de Argentijn. En hoe duur wordt dan die beslissing in de beginfase van de eerste helft van de arbitrage bij datzelfde doel? Vieri. Conceição. Nu gaat Inter achteruit leunen. Inter dat weet dat het aan een gelijkspel voldoende heeft. Mido, Recto, Poco. Di Biagio, Crespo laat lopen, Morfeo, Vieri, zoekt Crespo en het is weer raak. 2 minuten, nog niet eens, na de eerste is het weer Crespo. Na een slimme aanval nu op aangeven van Vieri. Hij is dodelijk. Hij klopt De Jong en die Dulica Crespo. Nu dus met zijn 8e doelpunt in 6 wedstrijden Champions League. En dan is nu de vraag voor Ajax. Hoe gaat het verder? Maxwell. Bereikt Mido niet. Cordoba komt weg. Gejuich in de arena waar de wedstrijd nog aan de gang is in de laatste seconde. Maar het resultaat uit Noorwegen is hier al bekend. En Ajax gaat het dus halen dankzij Noorse hulp. Mido en Matarazzi. En nog een doelpunt ook als premie daaroverheen. Wie anders dan Rafael van der Vaart schrijft het achter zijn naam. Dat is een soort premie en een soort pleister op de wonden. De bal weggespeeld door Matarazzi. Via een tegenstander binnengeschoten door Van der Vaart. Het is tevens de bevestiging dat Ajax nog wel iets verdient. 1-1. Koeman laat het weten. Afgelopen. Ajax gaat dus door. Ondanks het gegeven dat het in het mes dat Hernan Crespo heet is gelopen. En op basis van de